Ja, ik hoor bij een van de eersten die een promotieonderzoek over Edith Stein heeft geschreven. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook heel erg leuk. Want op die manier kun je dingen onderzoeken die anderen nog niet hebben onderzocht. En vandaar is het wel leuk om even in te duiken in zo'n leven. Inmiddels heb ik ook mensen van haar gezin nog mogen leren kennen. Mensen leren kennen die bij haar in de buurt waren. Die zelfs 1987, toen zij zalig werd verklaard, heb ik kunnen spreken met precies iemand van Nederland. Dus dat was een non van de Carmelitessen in Echt, die haar nog kende. Dat is natuurlijk zeer bijzonder als je over een mens hebt geschreven, jarenlang. En je hebt de mens heel erg goed leren kennen. Dat je dan mensen kunt leren kennen. En die non zei over Edith Stein dat zij een zeer bekwame vrouw was, maar ook een heel goede medezus. Dus het is heel leuk om dit direct van de mens te horen die haar kende. Ik ga nu induiken in de inhoudelijke stukken die we hier hebben over Edith Stein. En ja, ik zie dat ik juist mouse, ik zit hier met twee computers te werken. Ik begin met de biografische gegevens. Die ga ik even kort samenvatten, dat we even zien wat de data zijn van haar leven. Ze is geboren 1891 in Breslau, dat is nu in Polen. Zij verliet haar geloof, wat het Joodse geloof was, met 14 jaar. Nou ja, toen was haar vader allang dood en de oudere broers namen het even over om de liturgie in huis te draaien. Nou, dat was niet zeer geloofwaardig, hoewel haar moeder zeer gelovig was. In 1916 promoveerde zij, dus zij deed een promotieonderzoek uit vrouw zijnde in de filosofie. Dat was zeer bijzonder bij de beroemde Edmund Husserl. Dat is de stichter van de zogenoemde fenomenologie. Dat is een bepaalde denkrichting in de filosofie waar je probeert heel goed te kijken naar wat is iets eigenlijk vanuit zijn wezen, van het binnenste uit. Dit heeft haar diep geraakt en haar ook aan de vraag gezet wie eigenlijk dan God zou kunnen zijn. Zij is wel weer gestopt bij Husserl, want Husserl had zo'n beetje het verwachtingspatroon van hier heb ik een la vol van me. Allemaal velletjes waarop ik mijn wijsheid heb opgeschreven. En die maakte alsjeblieft een boek van. Zo ongeveer functioneert die man. Nou ja, dat was niet voor Edith Stein, want ze was een zeer zelfstandige vrouw. En ook iemand die vast en zeker zelfstandig wilde denken. Nou, dat lukt je niet als je zo'n professor hebt. Dus ze is daar gestopt. Ze was voor een poosje privédocent in Breslau in eigen huis. Het huis bestaat nog. En in dat zaaltje ben ik ook ooit een les gaan geven. Zeer bijzonder daar les te geven waar zij haar privéonderwijs in filosofie heeft gegeven. Daar is een boek over ontstaan, dat is de inleiding in de filosofie. Dat was een beetje haar manuscript voor de inleiding die zij heeft geschreven, voor de lessen die ze in Breslau heeft gegeven. 1922 deed zich dan een totale omwenteling voor, want zij werd katholiek. Dat was in die tijd zeer bijzonder voor iemand die intellectueel was. Men had van intellectuelen verwacht dat ze hooguit protestant worden, maar niet katholiek. Dus de katholieken golden in die tijd in Pruisen als de minder begaafden, als de minder intelligent. Maar zij zag wel iets in het katholieke geloof. We zullen later nog zien waarom dat zo was. Daarna werd zij lerares in Speyer en dus ook verder lezingen gaan geven. Met name over de vrouwen. Dat boekje is ook, voor zover ik weet, vertaald naar Nederlands. 1932-1933 was ze docent in Münster. Dat was voor de eerste keer dat ze een beetje academisch mocht werken. Want als vrouw toen de tijd academisch mogen werken, was niet zo makkelijk. Dus je kreeg de permissie niet om dat te doen wat ik later ook nog heb gedaan. Dat is de zogenoemde habilitation. In mijn geval zoiets als een derde proefschrift. Bij Edith Stein was dat soortgelijk. In Duitsstalige landen heb je dat je het tweede boek moet schrijven, totaal zelfstandig en alsjeblieft zo dat niemand dat kan lezen. Dus een beetje ingewikkeld doen en een heel zelfstandig onderzoek te doen. In Engelstalige landen bijvoorbeeld moet je daar een aantal artikelen schrijven om te bewijzen dat je ook nog zelfstandig kunt denken. Dus in de Duitsstalige landen doe je dat met het tweede boek. Dat had zij ook gedaan. De habilitatie werd niet aanvaard omdat het voor vrouwen nog niet was toegestaan. Dus werd aan alle kanten geremd een beetje. Nou, ze was eindelijk 32, 33 docenten in Münster.
Ze heeft ook een cursus gegeven die gepubliceerd is. De opbouw van de menselijke persoon. De tweede cursus was over theologische antropologie bedoeld te schrijven. Daar heeft ze voorbereidingen voor gedaan. Die zijn gepubliceerd, maar dat zijn alleen maar voorbereidingen. Maar ze kon die cursus niet meer geven, omdat dan een andere wetgeving van belang werd. Dat was dat ze als Joodse geen docenten meer mocht zijn. Dus ze moest haar baan opgeven. Dat was voor haar dan wel ook een teken om kamelites te mogen worden. Dus ze heeft die gelegenheid, om maar zo te zeggen, benut om kamelites te worden. Zij ging dan 1938 naar de Rijkskristallnacht, naar Echt in Nederland, om ook even veilig te stellen dat de zusters in Keulen, waar ze daarvoor zat, geen last hadden van het feit dat ze een Joodse in huis hebben. Dus vandaar is ze naar Nederland gegaan. Ze heeft het wel lekker naar haar zin gehad in Echt. Want ze mocht daar verder ook een beetje doen met haar studies. Met haar, vanaf daar zou je zeggen, met haar academisch netwerk. Daar is ze dus verbleven tot 1942, waar ze dan werd vastgezet. Dat was nadat de aartsbisschop van Utrecht een brief had geschreven tegen de vervolging van de Joden. En ze werd dan precies vastgezet voor twee redenen. Het eerste was omdat ze Joods was natuurlijk. En de tweede was omdat ze gedoopt was. Dus een hele kring rond Edith Stein heen die hetzelfde noodlot heeft ervaren. Dat ze die vastgezet hebben voor die twee redenen. Zij is naar Auschwitz gebracht en werd op de dag dat ze aankwam, 9 augustus 1942, voor zover men dat kan zien, ook meteen vermoord. Want normaal wordt je dan, als je in het lager terecht was gekomen, wordt je opgeschreven. Ja, tussendoor is zij, dat zult u beter weten dan ik, in Amersfoort geweest, op de weg naar Auschwitz en in Westerbork. Ja, dat was in het heel kort de grote stappen van haar leven. En ik ga nu induiken in wat ik ex-Judaico heb genoemd. Dus zij komt uit het Joodse geloof en houdt zich vandaar bezig met God als persoon en met de menselijke persoon. Wat bij haar opvallend is, is dat zij van meet af aan. En zij is een agnostica, zoals ik zei. In de leeftijd van 14 heeft ze haar geloof opgegeven. Ze is een agnostica, dus niet atheïste, maar agnostica betekent dat zij zich niet meer bezig hield met het geloof. Maar ze heeft altijd een beetje de relatie tot het transcendente gehouden. Dat betekent, ze heeft altijd gezien dat je toch als mens niet zomaar alleen in de wereld staat en dat je je ook niet eens in het bestaan kunt houden. En daar is een interessant citaat dat hiervan iets vertelt. Zij zegt, het onlogenbare feit dat mijn bestaan iets vluchtigs is, van ogenblik tot ogenblik gerekt en prijsgegeven aan de mogelijkheid van het niet meer zijn, stemt overeen met het evenzo onlogenbare feit dat ik behalve deze vluchtigheid ben, en van ogenblik tot ogenblik in het zijn wordt gehouden. En in mijn vluchtig bestaan omvat ik een voortdurend bestaan. Ik ontmoet in mijn zijn een ander zijn dat niet mijn zijn is, maar hou vast en grond van mijn in zich onhoudbaar en onbegrond zijn. Nou, dan krijg je al een beetje een idee hoe zij schrijft. Vertalen van Duits naar Nederlands is sowieso altijd een beetje een ramp, want het is een andere grammatica. Maar toch wordt hier zeer duidelijk dat ze haar bestaan als iets vluchtigs waarneemt. Dat zij zichzelf waarneemt als iemand die zomaar zou kunnen verdwijnen. Dat is zo'n beetje in confrontatie met later dan Heidegger, die van de geworpen zijn in het zijn spreekt, je wordt in het zijn geworpen en daar ben je dan maar. Maar zij werpt Heidegger heel intelligent en zeer snel voor de voeten. Heidegger, dat zou best kunnen dat je geworpen bent, maar vooral besta je. Je bestaat. Want anders kan je niet eens nadenken over het feit dat je geworpen zou kunnen zijn.
En dat je bestaat, maar dat je vluchtig bent in jouw bestaan, dat je ook niet meer in de wereld kunt zijn. Dus niet meer in de wereld zijn is een beroemd citaat van Heidegger. Dat zegt toch tenminste dat je nu bestaat en dat, dat jouw bestaan door iemand anders wordt gedragen. En dit gedragen zijn doet al een uitspraak daarover dat hier iets moet zijn zoals een absoluut bestaan dat mee vasthoudt. Zij noemt het dan wel een donker vermoeden. Dus dat is iets wat je kunt vermoeden. Als je niet gelovig bent, dan heb je maar een vermoeden daarvan. Maar je kunt niet echt zeggen wat het is. En toch weet je dat er iets is. Dat is wat hier uit haar citaat blijkt. Dus ook al heeft ze op dat moment geen expliciet geloof gehad, toen haar dit hier overkwam. Het is wel gestudeerd uit het boek Eindig en Eeuwig Zijn. Dat heeft ze veel later geschreven. Maar dit is een ervaring die zij heeft opgedaan in jongere leeftijd. Daar zullen we later nog citaten van zien. Dat laat haar toch het donkere vermoeden, zoals ze zegt, opkomen dat er meer moet zijn. En dat ze in het zijn wordt gehouden. In haar promotiescriptie, dus vroeg in haar leven, schrijft ze nog over het religieuze non liquet. Dat betekent, daarover is geen oordeel mogelijk. Maar ze sluit het ook niet uit. En dat is iets wat op dit moment, zij denkt, haar denken overstijgt. Want je moet volgens Husserl tot een volheid van aanschouwing komen. Dus je moet alle wezenskenmerken van iets kunnen begrijpen om te zeggen wat het is. En dat kun je bij God natuurlijk niet. Dus vandaar sta je een beetje met een paradox. Je weet wel dat God zou kunnen bestaan. Dat kun je voorlopig kun je dat zien. Maar je kunt geen wezensaard van God beschrijven. Je kunt niet volledig opmaken wie God dan echt is. Dus daarmee sta je toch een beetje aan de grens van wat jouw begrijpen zou kunnen opleveren. En dat wordt nog belangrijk als we namelijk hierover nadenken hoe Edith Stein eigenlijk bij haar geloof is gekomen. Ik noem het wel een moderne conversie. Want haar conversie ging niet over de vraag van wat kan ik over God denken. Dat zou je kunnen verwachten bij iemand die zo intelligent en intellectueel is als Edith Stein. Maar het gaat bij haar precies over de belevingskant. Dus ik moet iets van God kunnen beleven. Edith Stein was zeer intelligent, zei ik. Ze heeft veel over dingen nagedacht. Ik kan het begrijpen. Soms heb ik deze reflectie ook die zij van zich zegt. Ze zegt van ik ervaar iets, ik beleef iets en dan moet ik daarover nadenken wat het is. Dus ik maak meteen een soort analyse daarvan. Dat zie je ook in alle boeken, als ze biografisch, we zullen het later met een citaat nog zien, over iets nadenkt, dan maakt ze meteen ook een wetenschappelijke analyse hiervan. Dus wat beleef ik hier nu eigenlijk? Maar het sterk intellectuele heeft er ook soms even aan de kant gebracht van haar bestaan. Dus je kunt niet alles met je hoofd begrijpen. We zien overigens onderaan links dat beeld staan waar ze zo op haar hand leunt. Dat is de jonge Edith Stein. Je ziet een heel kritische blik. Ze kijkt heel kritisch de wereld in. Het was geen prettige periode in haar leven. Want ja, op dit moment denk je dat je alles hebt kunnen begrijpen met jouw intelligentie. Maar toch kom je niet verder als het gaat over de zinvragen in het leven. Ook dat zullen we later nog een keer zien. En ze had zelfs gedachten van suïcide. Daaraan tegenover stond dan het beleven van een tot rust komen in God. En dat zij tot rust kan komen in God, dat is iets wat zij hier vroeg opschrijft. Dat is namelijk opgeschreven in de psychische causaliteit. Dat is van 1918, dus voor haar conversie is dat opgeschreven. En daar zegt ze, de onmiddellijke ontmoeting met de realiteit van God in een moment van schijnbaar absoluut verlaten zijn, munt uit precies in een toestand van tot rust komen in God. Dat is wat ten diepste haar beleven is, dat zij in God tot rust kan komen. En dit tot rust komen in God is precies dat wat haar uiteindelijk laat innerlijk overleven. Dat veronderstelt, zegt zij zelf, dat ze opgeeft wat ze eigenlijk in haar aard heeft, namelijk de intellectualiteit. Een overwinnen van het intellectualisme is dus vereist. De intuïtie opent voor Edith Stein een weg naar een soort waarheid.
En deze waarheid, of naar een andere soort waarheid, nieuwe soort waarheid, deze waarheid is een existentiële waarheid. Dus het is een waarheid waarop je jouw leven kunt laten berusten. Je ziet even staan, dat komt uit de tekst, de intellect en de intellectuelen. En daar spreekt het precies over het overwinnen van een te grote intellectualiteit, die denkt alle vragen in het leven zelf op te kunnen lossen. Wat haar aan het werk heeft gezet, was haar grote vraag naar de waarheid. Pas later in haar leven kan ze formuleren wie de waarheid zoekt, zoekt God, of hij zich ervan bewust is of niet. Dat heeft ze later geformuleerd. Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of hij zich ervan bewust is of niet. Eerst zoekt Edith Stein volledig de waarheid in de filosofie. Hier dus in de filosofie betekent dat laatste rekenschap geven, laatste klaarheid vinden. Dus daar moet het te vinden vallen, volgens de jonge Edith Stein. Maar ze wordt zich ook bewust dat hier iets niet kan kloppen als zij als zij de intellectuele waarheid preciezer beschouwt en even kijkt van hoe komt die eigenlijk tot stand. En wat je in de intellectuele waarheid hebt, is dat wat Edmund Husserl zegt. Dan moet je maar even goed nadenken, wie denkt je eigenlijk? En waarover denkt hij na? Op welke manier denkt hij na? En bij Husserl betekent dat, ik moet maar afstand nemen van alles wat ik als mens ben. Het absolute denken, dat kan eigenlijk alleen het pure ik doen. Het pure ik is een constructie, zo'n denkpuntje in mijn hoofd dat dan denkt. Wat met mijn persoon niets van doen heeft. Dit pure ikje zoekt een volledige en vervolmaakte waarheid in de abstractie van alles wat ik zie. En deze abstractie verkrijg ik eigenlijk alleen door de dingen goed te doordenken. Dus de dingen zitten dan niet meer in de wereld, maar ze zijn in mijn hoofd. Dus ik heb niet meer het boekje buiten mij, maar ik heb het boekje waarover ik nadenk. En dat boekje waarover ik nadenk, daarvan maak ik dan ook wat het is. En ik moet de goede begrippen daarvoor vinden. Daar zitten wel goede dingen in. Vooral als wetenschapster kan ik zeggen dat het verwarren van begrippen een van de grote ellende is in de wetenschap. Dat mensen zich niet meer bewust zijn van welk begrip zij eigenlijk praten. Dus als neurofysiologisch op dit moment nagedacht wordt over wat vrijheid is. Dan hebben de neurofysiologen die beweren dat er geen vrijheid bestaat, überhaupt geen begrip van vrijheid. Want vrijheid is een metafysisch begrip en dat kan de neurofysioloog überhaupt niet weten. Daarvoor moet hij dan namelijk filosoof zijn. Daarvoor heb ik filosofen nodig. Maar dat kan hij niet weten. Maar dat is wel waar. Je moet goede begrippen hebben. En toch wordt het denken gereduceerd op een subject dat maar een denkpuntje is. Hè? Zonder kwaliteiten. Husserl totaal uit het oog verliest, is dat wij precies niet denkpuntjes zijn, maar dat wij mensen zijn die hier denken. En wij zijn denkende personen en die zoeken een ander soort waarheid. Daar ontbreken bij de intellectuelen de puntjes. Die zoeken een waarheid die existentieel van aard is. Dat is een waarheid die ons draagt. Want, zegt Edith Stein, wij zijn niet zomaar denkpuntjes, wij zijn denkende personen. En dat betekent dat we met twee voeten op de aarde staan, als het goed is. Nee, dat we een grond onder de voeten nodig hebben, maar niet alleen onder de voeten van ons lichaam, maar onder de voeten van ons bestaan. Nee, dat we daarvoor al hebben gezien in het citaat, we moeten gedragen zijn. Dus deze waarheid zit anders in elkaar, de existentiële waarheid, die confronteert ons dan namelijk met een beleven wat we zelf zijn. En dat is onder meer, dat is een van de dingen die Edith Stein volledig gefascineerd heeft, is de vrijheid. En in de existentiële waarheid kom je dat namelijk tegen. Je bent ook vrij om iets te denken, om iets te doen, zo of zo. Maar dat precies, ik noemde dat voorbeeld al, bij de vrijheid kom je plotseling in aanraking met de metafysische vraag. Dus dat is niets meer wat fysiek is, wat je kunt meten en afwegen. Maar dat is iets wat je ervaart, maar wat je niet zomaar kunt verklaren. Stein zegt, dit wonderbaarlijke vermogen vanuit zichzelf driften en krachten voort te brengen,
verwijst naar een bron aan de andere zijde van het mechanisme van de individuele persoonlijkheid. Deze bron stroomt de willende persoon binnen, waarin hij verankerd is. Het nadere onderzoek van dit fenomeen leidt tot een domein van godsdienstfilosofie. Plots klaar zit je in een andere wetenschap. En dat is ook in psychische causaliteit, dus dat is geschreven 1918 ongeveer. Dus dat een mens vanuit zichzelf een kracht heeft, die ook nog de psychische mechanismen, die heeft die psychische causaliteit. Dus ja, dat hoef ik niet te vertalen, dat is duidelijk. De causaliteit bijvoorbeeld van een totale vermoeidheid, die kent iedereen. Ben je totaal vermoeid, dan werkt dat niet zo goed met het denken. Dan werkt dat niet zo goed met alle dingen die je zou willen doen. Het werkt allemaal niet zo goed. Dat is een causaliteit, dat heeft een directe effect op jou als persoon. Het doet iets met je. Het laat je dan toch met jouw activiteiten achteruit gaan. Dat is een psychische causaliteit. Maar we hebben binnen ons, interessant genoeg, nog even een kracht die dat weer kan oplossen. Maar waar komt die kracht vandaan die mijn vermoeidheid weer gaat oplossen? Dat is de kracht van de meest innerlijke vrijheid, zegt Einstein. Maar waar die kracht vandaan komt, dat kun je niet uitleggen. Dus dat, en interessant genoeg, maakt ze precies op dat moment, op het moment dat de metafysische vraag opdoemt, maakt zij de overstap richting godsdienstfilosofie. En zegt dat het op een bepaalde manier zo moet zijn, dat deze kracht van de andere kant van mijzelf komt. Van buiten mijzelf. Nou, goed katholiek noem je dat, christelijk noem je dat genade, Joods ook, zou ik maar zeggen. Dus dat betekent, hier moet iets zijn wat van een goddelijke kant komt. Vandaar zegt ze ook, hier moet je overstappen in de richting van de godsdienstfilosofie. Want dan kun je niet meer uitleggen in deze wereld. Dat is wel een heel interessante, hè? Dat ze op dat moment daarbij komt. We zullen precies zeggen in onze maatschappij, nou, vrijheid heb ik vanuit mijzelf. Hè? Ik heb het allemaal vanuit mijzelf. Edith Stein zegt dat niet. Ze zegt van, nee, wacht even. Ik kan het niet verklaren. Ik kan niet zeggen waarom ik plotseling vrij ben als ik eigenlijk niet meer vrij ben. Ik vertel de studenten soms een voorbeeld, wat voor mij een zo sprekend voorbeeld is van een vrijheid die je niet kunt verklaren. Dat gebeurde enkele decennia geleden, dat er een overstroming was met modder op een camping. En nadat men de mensen heeft uitgegraven uit de modder, die onder de modder waren verstikt, heeft men een moeder gevonden die op de arm ging steunen, dat tussen haar en haar buik een ruimte ontstond voor haar baby. En die moeder is gestorven in deze houding van steunen. En er was een ruimte voor het baby en het baby heeft overleefd. Hoe krijg je het van elkaar dat je in de houding blijft van steunen op het moment dat je sterft? Kon niemand uitleggen hoe zoiets kan. Dat de mens een vermogen heeft die zelfs de dood te boven gaat om iets met zijn wil van elkaar te krijgen. Wat de meest innerlijke vrouw, de moeder is gestorven, maar het kind heeft overleefd. Ongelooflijk dat zoiets mogelijk is, dat een mens zoiets kan. Maar blijkbaar is hier een vermogen dat meer is. Alle deze vragen die Edith Stein opdeed, die brachten haar toch erna verder te vragen naar een waarheid die groter moet zijn. Ze zegt namelijk ook dat de vrijheid, dat moet ik hier wel nog even aangeven, de vrijheid heeft een interessant vermogen. Dus de vrijheid is ook iets, is het al voortdurend mijn handen nodig, daarom zit ik niet zo voor mijn scherm. De vrijheid is iets wat mij laat terugtrekken. Dus ik wil me hier niet binden, ik wil me hier niet binden, daar niet binden, daar niet binden, daar niet binden. Ik wil vrij zijn van alle invloeden. Hè? Dat hebben we in onze maatschappij heel erg. Het ideaal van de vrijheid. Dus ik trek me maar van alles terug. Ik laat me van niets binden. Ik blijf hierop zitten in mijn absolute vrijheid. En nu ben ik vrij om alles te kiezen. Nou, zegt Edith Stein, mag je wel doen. Maar dan zit je hier op het puntje van de absolute vrijheid. En je kunt niet meer bewegen. Want op het moment dat je beweegt, naar welke richting dan ook, ne, beweeg je die richting, dan verlies je alle andere richtingen. Ga je die kant uit, dan verlies je alle andere richtingen. Wat je ook maar doet, je verliest iets. Dus als je vrij wil zijn, moet je voor iets gaan. Anders zit je vast op een punt van de absolute leegte.
En het puntje van de absolute leegte, daarmee versta je niet. Jouw bestaan is anders. Je wilt niet in de leegte zitten. Je wilt in de volheid zitten. Wij schrikken van de leegte, zegt hij. Zijn we schrikken van de leegte. Dat is op zich wat je bij Heidegger later vindt van de mens die over zijn afgrond hangt van leegte en die op elk moment zou kunnen vallen. Nou, zo willen wij niet leven, zegt hij. Zijn we willen leven in de volheid. Maar de vraag is dan, waar komt die volheid vandaan? Dat brengt haar dus een stapje verder. Ik heb me heel lang afgevraagd, waarom was het de biografie van Teresa van Avila die Edith Stein tot bekering kon krijgen. Nou, ze was zo intellectueel bezig. Een vragende vrouw, maar toch intellectueel bezig. Ze zocht de waarheid. En zij kwam bij Teresa van Avila. Dus dat boekje heeft zij opgedaan na de crisis van geen lessen mogen geven. In Breslau heeft ze een beetje les gegeven. En haar moeder heeft haar gefinancierd. Maar ze stond in the middle of nowhere en wist niet meer wat doen. Dan is ze bij een vriendin in Bad Bergzabern geweest. En deze vriendin had ter beschikking de Vida van Teresa van Avila. En blijkbaar heeft Edith Stein niets beters te doen gehad. Hij heeft ook in die tijd kon ze niet wetenschappelijk werken. Ze was op een bepaalde manier totaal verlamd in haar wetenschap. Maar ze heeft wel die Vida, dus de autobiografie van Teresa van Avila, gelezen. En daar is zij volgens mij het volgende tegengekomen. Teresa van Avila begreep wat het betekent als een ziel in de waarheid, in het aangezicht de waarheid zelf wandelt. Wat ik hier begreep, zegt Teresa, dat heeft de Heer, die de waarheid zelf is, mij laten begrijpen. In deze goddelijke waarheid heb ik heel belangrijke waarheden begrepen. En dat veel beter dan als veel geleerden mij hadden onderricht. De waarheid waarvan ik zeg dat ze mij was gegeven om haar te begrijpen, is een waarheid in zichzelf. Zij is zonder begin en zonder einde en alle andere waarheden spruiten uit deze waarheid voort. Dat is interessant dan, want hier is de waarheid plotseling een persoon. De waarheid is Jezus Christus zelf. Totaal andere soort waarheid dan de intellectuele waarheid die Edith Stein altijd zocht. En plotseling was voor Edith Stein duidelijk dat ze, om maar zo te zeggen, met het verkeerde orgaan de waarheid heeft gezocht, namelijk met de hersenen. En je kunt de waarheid alleen maar vinden met het hart, met de hele persoon. Maar de waarheid is iets anders. De waarheid is een persoon in het christendom. Dat maakt het een heel bijzondere waarheid. Dat voor theologen overigens bijzonder belangrijk is om te weten. Dat is geen waarheid die je in dogma's kunt inpakken en zeggen nu heb ik het. Dat is een waarheid die de weg opent. En dat is precies waarover het gaat. Het moet een openheid blijven. De waarheid is nooit klaar daarmee zichzelf te laten zien aan de mens. Zelfopenbaring van God. Dat gaat door. Dus de waarheid is een groeiende waarheid. Het is een persoonlijke realiteit. Dus je kunt deze waarheid niet ontmoeten met jouw geest. Je kunt deze waarheid niet ontmoeten met jouw intellect. Je kunt die waarheid alleen ontmoeten door een persoon te ontmoeten. Daarom heeft een wijze mens ooit gezegd, theologie doe je op twee manieren. Dat doe je met je hoofd en je doet het op de knieën. We zeggen in de aanbidding, in het voor een andere persoon komen te staan. Dit is de manier waarop je de waarheid kunt leren kennen. En dat is precies wat hier achter zit. Dat Edith Stein dit kon begrijpen, dat de waarheid in de theologie echt een persoon is. En dat ze als ze de waarheid moet vinden of wil vinden, dat op een totaal andere manier moet doen. En dat is de volgende stap die ik nu zou kunnen laten zien. Dat is de wonderbaarlijke parallel die je kunt zien tussen de beweging die Teresa van Avila in de richting van de innerlijke burcht doet. En die Edith Stein doet als persoon om naar haar midden te komen. We moeten Edith Stein even waarnemen. Als een persoon die
toch zeer reflecteerde wat zij deed, maar ook zeer sterk in de zelfreflectie zat. Dus een mens die veel nadachte over zichzelf en wat in haar omging en wat allemaal gebeurde. Dat deed ze al heel vroeg in haar leven. En toen ze moeilijke dingen tegenkwam, heeft ze die altijd heel diep beredeneerd in zichzelf. Dus de heersen en het intellect was ook het instrument voor haar om orde te scheppen in de soms echt ongeordende wereld. Dus in zichzelf te geraken, naar het binnen te gaan, dat is wel iets wat bij Edith Stein van meet af aan hoort. Dus je gaat het binnenste opzoeken van jezelf. Nu zij als denkend punt niet het reine, het pure ik heeft, zoals het Husserl heeft, maar de persoon, maakt ze ook een interessante, ziet ze ook iets heel interessants. En dat is dat het ik wat zij waarneemt in zichzelf, het denkende ik, in de ziel een soort thuis vindt. Dat is dus het ik zit niet los van de persoon, zo'n beetje als Husserl dat heeft beschreven, maar het ik zit in de persoon en vindt daar een kwaliteit. Het ik vindt in de ruimte van de ziel een plaats waar het zijn eigenlijke plek heeft. De plaats van zijn rust die het moet zoeken als het die nog niet heeft gevonden. En waar naartoe het steeds opnieuw moet terugvinden als het daaruit is voortgekomen. Dat is het diepste punt van de ziel. Alleen vanuit hier kan de ziel tot zichzelf inkeren. Want vanuit geen ander punt kan zij zichzelf geheel omvatten. Dus ik moet diep in mijn ziel induiken om te weten wie ik dan maar zou kunnen zijn. En dat is iets wat Edith Stein dan parallel zet aan wat de reis is die Teresa van Avila beschrijft als reis naar de innerlijke bucht. Ik heb hier een plaatje getekend dat in een symbool brengt. Ik denk sterk in beelden, daar houden mijn studenten van, want dan kunnen ze de beelden even beter begrijpen dan de abstractie. Dus we zien hier buiten staan het lichaam. Het lichaam is in directe aanraking met mijn ziel. En het schakelpunt tussen lichaam en ziel is wat wij de psyche noemen. Dus de psyche is dat waar wij waarnemen wat van buiten op ons afkomt. Ik laat aan de studenten altijd weten, of ik stel de vraag, hoeveel ramen heeft de ruimte waar wij dan in zitten? Daar kijk ik me groot aan. Dan zeg ik, open dicht, hoeveel ramen heeft de ruimte waarin wij zitten? Iedereen heeft de ramen wel gezien, maar niemand heeft die bewust waargenomen. Ja, er zijn gewoon ramen, niet waar? Maar niemand telt de ramen, dat maakt ook geen zin. Maar we hebben qua psyche, qua dat wat het lichaam waarneemt, hebben we wel waargenomen dat hier ramen zijn. Dus de sensaties van buitenaf, die hebben we wel waargenomen. Maar we hebben dat niet beredeneerd. Dat is de volgende laag van de ziel. Dat is even dieper. Dat is het intellect. Dus het intellect vertelt ons wat wij denkend waarnemen. Dus dat is dat waarvan wij ons bewust zijn. Nou ja, achteraf hebben ze natuurlijk de ramen geteld en dan weet je hoeveel ramen er zijn. Dus geen relevante wetenschap, maar je weet het dan tenminste. Zou je de ramen moeten lappen, dan is het goed dat je dat weet. Maar voor de rest is het niet zo belangrijk. Maar het verschil tussen psyche en intellect is dat bij de psyche alles wat het lichaam binnendringt wordt opgenomen, maar niet beredeneerd. In het intellect wordt wel beredeneerd wat ik heb waargenomen. En dat komt dan dichter bij mijzelf, want dat onthoud ik ook. Nog dieper is het waardegevoel, of wat wij gemoed zouden kunnen noemen. Dat zit zo dicht in mijzelf. Dat ik bij mijzelf, in het meest innerlijke van mijzelf, dat als mij iemand in mijn gevoel raakt, dat mij ook heel diep raakt. Volgens Edith Stein is dat echt zeer diep in de diepte en van hier haal je de motivatie. Als ik dat aan studenten uitleg die ook altijd vinden dat ze de motivatie uit hun intellect halen, moet ik zeggen nee hoor. Je haalt de motivatie niet uit je intellect, je haalt de motivatie uit je waardegevoel. En het waardegevoel is geen verwaard gevoel of zoiets. Of onbelangrijke emotie.
Maar het is een diep gevoel van wat wel of niet belangrijk is. Niet waar? Als een moeder de hele dag voor de computer zou zitten en haar kinderen verwaarloosd, dan is haar waardegevoel door elkaar geraakt. Als iemand drugsverslaafd is, is heel duidelijk dat het waardegevoel door elkaar is geraakt. Want dan zijn de drugs belangrijker als alle mensen, als alles andere op deze wereld. Het waardegevoel is dus iets wat vrij objectief is. Dat is iets wat dieper zit dan het intellect, maar logisch. En dan moeten we weten, dat is geen opgewonden emotie, maar het is een diep gevoel van wat echt belangrijk is. Zo zijn wij opgebouwd. En nu komt even een grappig effectje, wat je met een presentatie kunt doen. Woeps. Daar zit God. God zit in ons. God zit is het meest diepe van onszelf. Dat is de grond waarop wij kunnen rusten. Daar zit wel een gatje tussen de opening van de ziel, beneden hier, waar overigens het diepste gevoel is, het gevoel voor onze eigen waardigheid. Hier zit een gatje tussen het diepste gevoel van mijzelf en God. Dus het niet automatisch kom ik bij God terecht. Dat heeft Edith Stein namelijk ook meegemaakt. En dat is een zeer sprekende tekst waar ze zegt van je kunt je ook nog hier verliezen. Je kunt hier buiten jezelf vallen. Ook in jezelf met veel beredenering. Over je eigen, wat je bent en hoe je voelt, kun je nog steeds jezelf verliezen en buiten jezelf geraken. Je hebt iemand nodig op wie je kunt zoelen en op wie je je kunt neerzetten. En dat is bij haar dan uiteindelijk God. Dus deze redenering, interessant genoeg, die vindt zich later terug in haar redenering over de innerlijke burcht van Teresa van Avila. Interessant is dat de toegang tot deze diepte bij die twee mensen verschillend is. Bij Teresa van Avila is het gebed. Natuurlijk zou je bij en Teresa van Avila niet anders verwachten. Maar bij Edith Stein is precies ook de zelfkennis. Als geest en beeld van goddelijke geest heeft de ziel niet alleen kennis van de uiterlijke wereld, maar ook van zichzelf. Heel haar leven is bewust en maakt het voor haar mogelijk op zichzelf terug te kijken, ook zonder dat zij door de poort van de geest binnentreedt, dus de Heilige Geest. Zij kan het ook doen door over zichzelf na te denken. En dit stukje, wat ik nu heb laten zien, is zeer biografisch. Dat is wat zij deed. Hè? Zij had de volledige kennis van zichzelf door het beredeneren van haar eigen leven. Eén mogelijkheid van de toegang naar binnen ontstaat door de omgang met anderen. Dat is dus ook een ervaring van haar. Dus je kunt door anderen krijg je een soort spiegel waarin je je kunt zien. Maar de natuurlijke ervaring geeft ons een beeld van hen en leidt ons daartoe dat ook zij een beeld van ons hebben. En zo komen wij in dit opzicht ertoe onszelf van buitenaf te beschouwen. En toch is het probleem als je jezelf in die spiegel beschouwt, dan zou het nog kunnen zijn dat je het een of ander van jezelf tegenkomt. Maar het betekent nog niet dat je je ten volle tegenkomt. Dat betekent namelijk, er kan daarbij een en ander wat juist is worden vastgesteld, dus in de reflectie met anderen. Maar we weten daarbij zelden dieper binnen te dringen in onszelf. En er zijn met deze bron van kennis veel fouten verbonden, die ons verborgen blijven zolang God niet door een echte innerlijke beleving, door een roepen in het binnenste, het verband met de ogen neemt, waarin elke mens in een bijzondere manier zijn binnenste hult. Dus wij moeten ons bij wijze van spreken met de goddelijke ogen nog een keer bekijken. Dus ook als we met menselijke ogen naar elkaar kijken, dan zien we niet genoeg. Wij moeten nog met de goddelijke ogen naar ons kijken, om te zien wat God van ons denkt. En dat is veel dieper, zegt Edith Stein. Vandaar doet zij ook een innerlijke vaart die een beetje zo is als naar binnen gaan, naar de innerlijke burcht die Teresa van Avila beschrijft over haar leven. En dat zal ik nu nog een keer met het model van ziel uitleggen, want er komt iets heel interessants naar voren. Dus bij Teresa van Avila is de eerste woning, de uiterlijke indrukken die je krijgt, nou, dat loopt heel parallel met de psyche.
waar de uiterlijke indrukken bestaan. Maar je moet van deze indrukken precies weer afstand krijgen. En dan moet ik even bijzeggen dat het ik wat hier staat, in de gele bubbel, dat kan ook naar boven gaan of gaan, kan naar beneden gaan. Dus het kan van alles zijn. Of kan van alles beredeneren. En vandaar, je kunt blijven hangen bij de uiterlijke indrukken. En dan kom je niet meer dieper in jouw ziel. Maar dat is precies de opdracht, dat je dieper geraakt. De tweede woning is bij Teresa van Avila, de geestelijke toespraak. Dus daar is waar je theologie zou kunnen zien. Dat is waar je het lezen van de Bijbel zou kunnen zien. Daar is waar een goede preekje raakt. Dus iets wat van buitenaf komt en het, de geest, het intellect aanspreekt om je in contact te brengen met God. En toch dieper is de emotionele ervaring dat God zichtbaar wordt als de hoogste waarde. Dat is bij Teresa van Avila de derde woning en dat loopt heel parallel met wat Edith Stein gemoed of waardegevoel noemt. Niet waar? Dat loopt onmiddellijk parallel. Dat de emotionele ervaringen van God, dus het, de religieuze ervaring die je ook doet, ook op emotioneel vlak, in de zin van dat God de hoogste waarde is, dat brengt ons dieper. De vierde woning is bij Teresa van Avila God te ontmoeten. Dat loopt precies parallel met wat Edith Stein opdoet als ervaring toen ze zei van ik word door God gedragen. God is degene die, die mij in mijn bestaan houdt. En dat zijn zelfs teksten bij haar die gedateerd zijn vanaf een tijdstip dat ze nog niet eens gedoopt was. Dus ik krijg bij haar van doen met een soort begeerte doopte. Dat wil zeggen dat je in jouw wens al gedoopt bent. En dat je vandaar de goddelijke ervaring al kunt opdoen. Dat is bij haar precies het geval. Nou, het gaat bij Teresa van Avila dan verder. En ik heb me lang afgevraagd hoe ik het tweede onderdeeltje moet schilderen. Of dat nog een keer van buiten naar beneden gaat. Of, op het, of het van binnen naar buiten gaat. Het gaat inderdaad van binnen naar buiten. Want God is op een gegeven moment dan in het meest innerlijke van mijzelf de enige waarde. En de rest is totaal ondergeschikt aan God. Je bekijkt dan echt de wereld vanuit zijn standpunt. En dat is een heel interessante ervaring wat het zou betekenen. Het standpunt van God te kiezen. En dat kunnen wij omdat hij in de Bijbel heeft laten weten wat zijn standpunt is. Hoe hij denkt. Dat heeft God ons laten weten. Dus we kunnen vanuit zijn standpunt naar de wereld kijken. Dus het gaat veel dieper in ons binnen. Dringt veel dieper binnen. Dan krijgen we daar de geestelijke visioenen en de ervaring van eenwording. En de geestelijke visioenen. Die zijn dus dieper dan wat wij intellectueel kunnen begrijpen, maar dat is de zin achter de zin. Net dat wat wij in geestelijke teksten lezen, dat heeft dus een veel diepere dimensie. Maar dat is iets wat mensen kunnen ervaren die zo diep in God zijn, dat ze met één van God zelf de instructie krijgen wat waar is. Dat hebben we in de tekst van Teresa van Avila gezien, dat zij zegt van wat de waarheid en echt is, dat heb ik van de waarheid. Dus van Jezus Christus zelf gehoord. Dat is deze ervaring, deze mystieke ervaring. De zevende woning is de geestelijke huwelijk. Dat is daar waar de mens het gevoel krijgt van met God getrouwd te zijn. En betekent, ik ben voortdurend in contact met God. Ik hoef er niets meer voor te doen, ik blijf in contact met God. Het interessante is dat het hiermee niet stopt. De mystiek is niet een ervaring die men voor zichzelf opdoet, maar een ervaring die je naar buiten doet. En dat is precies wat dan ook bij Teresa van Avila zeer duidelijk wordt. Je wordt opgeroepen tot activiteit in de wereld en je wilt anderen naar God toeleiden. Dat was voor een goed gedeelte ook in Edith Stein's leven zo, toen zij na haar religieuze ervaring niet meteen het klooster is ingegaan, maar echt voor een hele tijd nog buiten bleef. Ja, het was ook zo dat haar geestelijke begeleider zegt van, nou ja, je bent net een bekeerling. Doe maar nog even ervaringen op hoe je jouw religieus leven wilt leven, alvorens je alweer een klooster binnengaat. Maar ze werd ook door veel lezingen te geven, door mensen te begeleiden, eerst even nog zeer, zeer vruchtbaar in de wereld. En ook het in het klooster zijn was voor haar nog steeds de plek waar ze mensen naar God wilde toeleiden.
Ik sluit af met een heel interessante tekst, waar deze ervaring met God te zijn, bij Edith Stein zo diep in het woord wordt gebracht, dat vaker toch de discussie opdoemt of zij dan wel een mystica was. En dat is een tekst die schrijft in de Kruiswissenschaft, Wetenschap van het Kruis. Dat is een beschrijving van de leven van Johannes van het Kruis. Zij sluit hier aan op zijn theologie. Hoe hoger zij de ziel opstijgt naar God, hoe dieper zij in zichzelf neerdaalt. De eenwording, hoe dieper zij in zichzelf neerdaalt. En dan krijg je het beeld, ne? Weer dat in zichzelf neerdalen. En hoe meer je bij God terechtkomt, hoe dieper zit je in deze dubbele trichter. De eenwording vertrekt zich in het meest innerlijke van de ziel. Wat eigenlijk de tweede trichter is het meest innerlijke van de ziel. In de diepste grond van de ziel. De ziel is het meest innerlijke. Tot vrije beschikking in de hand gegeven. Omdat de minnende overgave alleen voor een vrij wezen mogelijk is. Het is belangrijk om te weten. Dus het is vanuit vrijheid dat je aan God geeft. Dus het is niet gedwongen. Dat moet ook vrij blijven. Want anders was het de liefde niet. De liefde dwingt niemand. Tegelijkertijd wordt de goddelijke overgave aangenomen. Daarom is de overgave van de eigen persoon tegelijk de moedige inbezitneming die al het menselijke begrijpen te boven gaat. Johannes van het Kruis brengt dat heel duidelijk onder woorden als hij zegt dat de ziel nu aan God meer kan geven dan wat zijzelf is. Zij geeft God in God aan zichzelf over. Het is heel interessant. De ziel geeft God aan God over. Oh, hoe kan dat dan? Ja, maar dat is precies wat je in een goede relatie meemaakt. Als je in een goede relatie leeft met een mens, dan doe je de ervaring op dat je meer jezelf wordt. Niet dat God een ontwikkeling nodig heeft, maar God bespiegelt zich in deze mens. En dat is precies wat God hier vanuit van zichzelf ervaart in de mens. Hij mag zichzelf in deze spiegel van de mens nog een keer zien. En dat is precies wat God wil. Hij wil dat de mens zo diep bij hem zit dat hij onderdelen uitmaakt van God zelf. Dus dit is wat wij als aanbod van God hebben. Of dat echt de ervaring van Edith Stein was of niet, daarover hebben we helaas geen uitspraak van haar. Ze werd gevraagd van hoe zij tot haar bekering is gekomen. Hoe dat voor haar zat om christen te worden. En daarbij zegt ze maar één zin. En dat is secretum meum mihi. Dat is en blijft mijn geheim. Dat krijg je vaak bij mensen met deze diepe ervaringen. Dat ze over deze diepe ervaringen niet meer spreken. Ja, zou ze een beetje gemeen, want nu weten we het niet. Maar het feit dat zij haar eigen meest innerlijk geheim als heilig beschouwt, zegt voor mij dat het een heilig geheim is. Dank u wel.